SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van Urk tegen Hogeveen. Speelt op 30 maart. Scheidsrechter is de heer Ordelmans. Assistent scheidsrechters, de heer Vos, de heer Van Gurp. En onze pupil van de week is Jacob de Boer. Speelt bij Piet Brouwer Electro, JO 98. Laat hij al zien wat voor talenten of hij heeft. Want niet zoals iedere pupil van de week. Hij schiet al vanaf de 16. De 1-0. Door Jacob de Boer. Urk begon voortvarend aan de wedstrijd hoog druk houden. Op de achtergrond zien we de nieuwbouw. Die ook al lekker op programma loopt. Dus Riekelt Neentjes aan de bal. Schiet. Keeper die een hele goede wedstrijd speelt. Of kiept. Hier een aanval van Hogeveen en die gaat door het midden. En dan de spits van Hogeveen schiet. Maar die wordt van de doellijn afgehaald door Ieder Neentjes. Jan Ras op rechts. Speelt door op Ieder Neentjes. En dan is het Riekelt Neentjes die een hakje geeft en Jarno van Essen die de 1-0 kan intikken. En dat gebeurt al in de 6e minuut. Jarno van Essen die weer een basisplaats kreeg boven Pieter Brands. En dat liet hij ook zien. De eerste 15 minuten was het een beetje aftasten van beide kanten. Daarna was toch Urk die het initiatief nam. Hier weer op rechts met Riekelt Neentjes. Is het Johannes Schrijver die voorzet. Johannes Schrijver die uitgeroepen is tot man of the match. Zeker verdiend op basis van zijn prestaties van de afgelopen wedstrijden. Ook nu weer een hele goede wedstrijd speelde. Hogeveen die door het centrum vaak gevaarlijk doorkwam. Ook nu weer. Voorzet vanaf rechts. De pistool die doorpaast op Jarno van Essen. Hier mist die snelheid. Pistool die doorpaast op Riekelt Neentjes. De pistool afgelopen maanden getrouwd. Dit is ook weer een kans voor Urk. Te zwak ingeschoten. Lucas Stol op rechts. Naar rechts Jan Ras. Is het Lucas Schraal die hem zelf vrij speelt, maar overschiet.
En zo bleven de kansen wel in de eerste helft voor Urk komen. Hoekschop Hogeveen, ingekopt door Pedro, de nummer 19. En zo fluit de scheidsrechter de eerste helft af met een 1-0 ruststand. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. En hier zien we Rikelt Jan Brans weer na een hele lange tijd van afwezigheid door liesblessures geopereerd aan beide lies. En die weer zijn opwachting mocht maken in de tweede helft. Het is mooi dat hij weer teruggekomen is. En weer zijn vertrouwde linksbackpositie innam. Urk begon eigenlijk wel gelijk hoog druk te zetten. Hier een paas van Jan Ras op Jarno van Essen. En de keeper die het goed pareert, Lucas Tol. En hier is het Lucas Graal die inschiet en Jarno van Essen die hem intikt. En ze wist het ook weer gelijk in het begin van de tweede helft, de 2-0. Twee belangrijke momenten. En zo zit eigenlijk wel Urk zeer comfortabel. Een van de spaarzame acties van Hogeveen. Een schot die overgaat. Hier krijgt Rikelt Neentjes toch een mooie kans om de 3-0 in te schieten. Maar zoals gezegd, de keeper van Hogeveen die een goede wedstrijd speelde. 1-2'tjes werden opgebouwd door Urk. Hier is het Ieder Neentjes die in de handen van de keeper schiet. En hier een ongelukkig moment, want hier een eigen doelpunt van Urk. En zo is de stand 2-1. Ieder eentje die een eigen doel schiet. Ja, en dan wordt het zomaar weer gevaarlijk. Want hier weer een aanval van Hogeveen. Urk die de 3 punten eigenlijk wel nodig heeft, maar Hogeveen ook. Weer een schot van Hogeveen. Ja, en onze vertrouwde doelman Riese Strijker. Al weken in bloedvorm. En de wissel Jarno van Essen wordt gewisseld. En in het veld is gekomen Pieter Brans. Lucas Tol op Jan Ras. Pieter Brans die op rechts paast op Lucas Graal. En hier een schot van Lucas Graal en die ziet het gaatje te vinden. Schitterend mooi doelpunt. En zo is het 3-1 voor Urk. Na 2 keer Jarno van Essen is het Lucas Graal die de 3-1 inschiet. En krijgt hier rechts weer de bal. Lucas Tol wordt gewisseld en in het veld komt Lucas Nagel. Kampt ook al een heel seizoen met vervelende blessures. En hier is het Johannes Schrijver.
die geweldig mooi inschiet. En zo is het 4-1 voor Urk. Johannes Schrijver, man of the match. Voor een hele mooie 4-1. Benny Dunnik en Ieder Neentjes verlaten het veld. En in het veld komen Tim Ras en Kelt Jager. In een duel die op avontuur uitgaat. En zo fluit scheidsrechter voor het eindsignaal. Urk Hogeveen 4-1. En je kunt nu luisteren naar de interviews van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. Cliff 18. En No Milk Today. Welkom Stef op Sportpark Urk. Als ik kijk naar de wedstrijd van vandaag, de eerste helft, zie ik Urk de eerste 10 minuten betere ploeg. Daarna zie ik twee ploegen weer gelijkwaardig zijn. Dan zie ik Urk af en toe heel veel de bal rondspelen. En jullie blijven afwachten. Hoe zie je dat zelf? Ja, de eerste helft, dat was ook ons... Onze spelbedoeling vandaag. Hè. Dus gezien de afgelopen weken, hè, er moest wel wat veranderen, moest er wat gebeuren. Dus op dat gebied hebben wij ook voor gekozen om wat meer achter de bal te komen. Enkele situaties niet, maar dit spelbeeld met de bal rondspelen was voor ons op dat moment geen probleem. Ja, daarbij de eerste beste kans was ook voor ons. Als je de hele eerste helft kijkt, denk ik ook allebei de teams heel gevaarlijk in kansen geweest. Dus allebei 100% kansen gehad. Dus ja, ga je wel met een 1-0 achterstand de rust in. Nou ja, op zich waren we daar nog redelijk content mee. Dat merkte ik ook bij de jongens. Dat merkte ik gewoon in het geheel. We hadden gewoon een wedstrijd. En ja, dus de eerste helft laten we het woord content gebruiken. Juist, en dan zie ik de tweede helft. Dan komt Turk sterk uit de startblokken. Dan zie ik een Hogeveen wie daarop gaat reageren. Technisch vind ik jullie een hele goede ploeg. Met een paar aantal spelers die het spel zien. Maar ik zie de drang om te winnen op Urk. Die mis ik bij jullie. Heb je ze ook zo de tweede helft ingestuurd? Nee, kijk, je gaat misschien nu dingen, je zegt wel tussendoor van je ziet wel spelintelligentie en goed voetbal. Ja, dat is ook misschien een bepaalde drang, hè? Dus je hebt op dat moment wel lef en dingen doe je waar je goed in bent. Ik denk dat jullie het misschien parallel trekken met het fysiek duel zou gaan. Hè, dat je dat denk ik bedoelt. Ik neem aan, dat is een aanname, maar ja, daarin zie je wel bepaalde momenten dat je daarin misschien te weinig doet. Aan de andere kant, je komt 2-0 achter. En als je geslagen ploeg bent, ik zei het voordat die 2-1 viel, maak je die 2-1 ook niet. Hè? Dus, en daarin vind ik gewoon ook een fase dat wij ook nog de overhand deels hebben. Niet heel veel kansen, maar je staat wel in het momentum. Dus je komt wel terug vanuit een 2-0 achterstand. Dus, Vind ik zelf ook. Ik vind dat jullie als ploeg te laag staan. Zo'n technisch goede ploeg wie jullie hebben, verwacht ik de aankomende weken dat er wat moet gebeuren bij jullie. Het is volgens mij het gat 4 punten met wie boven jullie staan. Ja, dus wat denk je van de aankomende wedstrijd voor Hogeveen? Ja, goed, daarin ook per week, gewoon elke training en per wedstrijd ook. Hè, het beeld wat je vandaag hebt gezien, heb ik echt wel, ondanks dat je wel weer 4 en dan gewoon een tik krijgt, ook wel dingen in gezien waar we wat mee kunnen. Nou, dat zal wel een basis zijn om denk ik op die manier verder te gaan. En ja, daar moeten we verder mee. En gewoon, zoals je net al zegt, daar nog misschien een bepaalde momenten nog doortasten. En jullie noemen dat op uitstraling, nou, daar moet je dan wat dingen in meenemen. Nog meer die wil erin. Juist. Stef, ik wens je heel veel succes. Terugreis en probeer erin te blijven. Ja, ons best doen. Okay. Peter, ik zie de eerste helft. Zie ik af en toe een trainer aan de kant wie niet tevreden is. Heb je ze ook de opdracht gegeven hoe ze rond moesten spelen of had je ze aanvallender willen zien? Nou ja, dat heeft ook alles te maken met wat Stef ook zegt. Zij kiezen ervoor om het klein te maken. Wij kiezen er ook voor als we de bal niet hebben om het klein te maken. Op het moment dat de keeper van hun de bal heeft, proberen we wel hoog te gaan staan. En dat deden zij eigenlijk ook. Dus eigenlijk een beetje allebei afwachtend op het moment dat we de bal niet hebben. Maar met name gaat het erom dat we op het moment dat we ballen veroveren, dat we zorgvuldiger moeten zijn in die eindfase, dat we net... vind ik een te gehaaste keuze maken, waardoor het geen gevaarlijke situatie wordt. Maar
De eerste kwartier, zij spelen natuurlijk met een hele hoge 10. Dat hadden wij niet voor elkaar. Zij krijgen inderdaad de twee beste kansen. Het kan maar zo 2-0 staan. Na een kwartier hebben we dat wat beter voor elkaar. En gaan we gaandeweg de eerste helft de wedstrijd controleren. 1-0, prima goal. En we hebben ook nog wat kansen bij elkaar gespeeld. Dan kom je de rust uit met een terugkeer van Riegelt-Jan Brands. Het is gelijk ook gevaar aan die linkerkant. Dan zit Urk goed in zijn spel. Maakt ze 2-0. En dan sluipt er toch weer een beetje gemakzucht in. Ja, weet ik niet. Een mooie inderdaad van Riegelt. Heel lang weg geweest. Even kort overleg met Albert Mark. Die kwam ook echt wel uit de koken van Albert Mark. Zullen we daar aan de linkerkant iets meer doen? Nou, uiteindelijk daar toch voor gekozen. Lubbert die het daar hartstikke goed deed. Maar ja, we hadden steeds Jan daar aan de zijkant. Die willen we liever op het middenveld hebben. Met Riegelt iets meer durf. Dat heb je ook de tweede helft gezien. We controleren de wedstrijd wel. Maar inderdaad in die fase dat we de 2-1 tegenkregen. Ook weer onzorgvuldig. Wij er snel uitkomen. En het was een beetje heen en weer gerend in die fase. 2, 3, 4 momenten. Ja, en daar profiteren ze van. En daarna moet ik zeggen, met de wissels en de goede goal van Lucas was natuurlijk, kwam op een heel goed moment. Ja, dan zeg je zelf ook de wissels weer inkwamen. Je ziet nu een Urk wat ook meer keuzes krijgt nu van spelers weer terugkomen van blessures. Het wordt voor jou moeilijk de aankomende weken om de best zelf op te stellen. Dat is een goede zaak. Nou, moeilijk. Natuurlijk. Je moet altijd spelers teleurstellen. Hoe meer fitte spelers, hoe meer teleurgestelde spelers. Maar dat, ik ben alleen maar blij dat ik die keuze kan maken. En uiteindelijk alleen maar goed voor het elftal elkaar erbij houden. En het mooie is dat je op het moment dat je wisselt, dat je ook echt wat kunt brengen. En dat je daar beter van wordt. Nou, ik zag ook je opluchting en de vreugdesprong bij de 4-1. Nou, dat was een mooie punten vandaag. En... Ja, met name die 4-1 voor Johannes hartstikke mooi. Want we zijn, als één zich ontwikkeld heeft dit seizoen, vind ik dat Johannes aan de bal raakt hij het niveau van Jan Ras. Ik vind wel, het zijn controlerende middenvelders, zij moeten ook ballen veroveren. Dat gaat hij steeds beter doen. Dus echt, we zeggen wel eens van er wordt geblaft, maar niet gebeten. Hij gaat nu echt ook bijten, hij gaat ballen veroveren. Ja, en aan de bal, net voor de verdediging, kun je hem eigenlijk altijd aanspelen. Je kunt echt doorvoetballen met hem. Het enige wat nog daar dan een beetje aan ontbreken is, ik hou wel van controlerende middenvelders die af en toe ook in de 16 komen. Of rond de 16, dat zit niet in zijn systeem. Hij heeft een geweldige schot. Hij heeft een geweldige vreeftrap. Daar zijn we heel veel mee bezig. En dan is het mooi dat hij daarvoor beloond wordt. Met name daarom was ik heel blij. Nou, het was ook een terecht man of the match. En bij hier sluiten wij af en werk mooi het linker rijtje. Ja, iedereen fijne paas.